Ja, dat heeft eigenlijk veel voordelen. Het is heel gevarieerd. Je kunt eigenlijk elke dag, als je geen goesting hebt om te zwemmen, dan gaat je fietsen die dag. Of als je geen goesting hebt om te fietsen, gaat je lopen. Je hebt een heel gevarieerd programma eigenlijk door die drie sporten. En ik denk ook lichamelijk dat dat wel, ja, overal eigenlijk een beetje je lichaam ontwikkelt. En dat is natuurlijk ook wel, ja, zowel voor jongeren goed als voor iedereen eigenlijk, dat je al je spiergroepen een beetje traint in je lichaam. Honnêtement, je trouve que mentalement, c'est plus facile. Avant, je nageais et je faisais seulement la natation et deux fois par jour, toujours dans la piscine. Tu vois pas grand-chose quand tu t'entraînes comme nageur et je trouvais que le triathlon, ça offre vraiment une variété de paysages, de sessions. Ça fait que c'est plus facile mentalement de se... Voilà, à pousser tous les jours. Quand même encore la natation, ça fait 3-4 ans que je fais ça à ce niveau aussi. Alors je suis encore jeune dans le sport de triathlon, mais de plus en plus le vélo s'améliore et voilà, il y a aussi, je dois me pousser un peu aussi dans la course à pied. Je dois m'améliorer encore beaucoup avant que je sois au niveau de les meilleurs dans le monde. Ik denk eigenlijk vooral in de combinatie van de drie sporten. Vroeger was ik eigenlijk geen goede loper, maar dat is, ja, na verloop van jaren en veel hard te trainen beter geworden. Dus ik denk vooral mijn sterke punt is dat ik in de drie disciplines eigenlijk toch op een hoog niveau sta. Een trainingsweek bestaat bijna elke dag doe ik zowel zwemmen, fietsen en lopen. En sommige dagen loop ik zelfs twee keer, dus dat is dan vier trainingen per dag. Il n'y a pas vraiment un plan, ça change de jour à jour, de semaine à semaine, mais en gros, on court 4-5 fois par semaine, on nage 4-5 fois par semaine et le vélo 5 fois par semaine aussi. Het bestaat gewoon uit heel de dag zijn we nou bezig met oftewel te eten, oftewel te trainen, oftewel te slapen. En tussen de trainingen door rusten wij een beetje, maar het is echt, ja, van training naar training leven en toch wel een dertigtal uur trainen als we in een goede trainingsweek zitten. Dus ja, de week raakt gemakkelijk vol. Bon, en fait, la préparation, ça a commencé il y a 7-8 mois quand on a commencé la saison de base. Et ici, maintenant, on a beaucoup de courses pour le moment, qui fait que voilà, tous les 2 semaines, on a une course. Et ça, pour moi, c'est la meilleure préparation parce que tu peux un peu voilà, voir tes points faibles. Ja, door ietsjes minder te trainen, dus eigenlijk dat noemt dan het taperen. Dan gaan wij ietsjes minder trainen, bouwen dat geleidelijk aan af tot aan de wedstrijddag. En zo, ja, maakt je lichaam zich klaar, zodat je ook uitgerust aan de start staat. En ja, voor de rest heb ik redelijk weinig echt speciale rituelen. Mon objectif, c'est top 8 dans la course individuelle. Ik denk wel dat ik er vol voor wil gaan om op het podium te staan. Het gaat zeker niet gemakkelijk zijn. Er gaan een aantal goede deelnemers zijn ook. Ja, maar ik denk wel dat ik daar vol voor moet gaan. En als het op die dag mee zit en het gaat goed, dan denk ik dat er zeker in zit. Maar het moet natuurlijk ook allemaal nog mee zitten. Et aussi top 8 dans le mixed relay, qui est une autre discipline qui va être dans les Jeux Olympiques, à Tokyo. Et là, on espère de vraiment avoir une belle performance avec l'équipe belge et montrer que on est forte dans cette discipline, qu'on a le potentiel pour les prochains Jeux Olympiques.